Goedemorgen en welkom bij Vlogmasdag 24! Je wist het niet meer, hè? Nee, 24 al hou. Onze 23ste vandaag, maar de vlog van morgen is dus de 24ste. Dat betekent dat het deze avond kerstavond is. Kijk tof. Ja. Kijk er al naar uit. Kijk je altijd een jaar naar uit, hè? Dus ja. Nu is het zover. Ja, maar nu heb ik echt het gevoel alsof ik niet meer zo in de kerststemming ben. Komt het? Ik weet het niet. Dat er zoveel aan de hand is gewoon. Uit ja, gewoon omdat er zoveel is. Allee, ik bedoel met werk en het is gewoon veel en ja, maar ja, komt goed. Ik kijk er wel naar uit. Ja, ja. Maar goed vieren zullen. Ja, sowieso. Sowieso. Vandaag voel ik me niet zo heel goed, maar ik heb mijn pillen niet genomen. Mijn pillen, zodat ik niet crazy word. Nee, mijn pillen voor mijn angststoornis. Ik heb die denk ik 5 of 6 dagen vergeten. Dus I'm feeling it, maar ik ben ze terug aan het nemen, dus hopelijk dat dat snel terug beter is. We gaan ontbijten, ons klaarmaken en dan gaan we naar de gym. En dan denk ik dat we nog de stad in gaan, want alle winkels zijn open. En we moeten nog last minute een paar dingen kopen. Yep. We zijn terug thuis van de gym. We zijn aan het eten. Bokus met kipfilet. Sam heeft ananas en groenten. En bokkes. Ja, ook hè. Ja. Het is wel lekkerder kipfilet als die andere. Ja, vind je? Ja, is al minder dik. Hè? Ja. Ja, die is minder dik, maar daarom vind ik die andere lekkerder precies. Nee. Sam gaat zo heel even naar de Ino en naar de surf. Ik blijf hier. Je muffin die springen langs achter. Ik denk het niet. Stond dat erop? Jawel, juist wel. Ik weet het niet. Ik voel me niet zo goed. Damn, pillen. Stop nooit zomaar met je antidepressiva, mensen. Is echt niet goed. En dan zomaar ineens terug beginnen is ook echt niet goed volgens mij. Ik voel me echt heel duizel. Oké, heel erg duizel liggen. Mijn buikpijn voor mij niet goed. Maar ja, oké. Strak gaan we het gezellig maken. Ja. Huh? Gezellig kerstavondje eerst, onder ons toe, ja. Ja. Ondertussen gedoucht en heb ik dit op mijn gezicht. Dat maakt het zeer mooi uit. Sam heeft ook net gedoucht. We hebben matching pyjama's aan. En nu gaan we koken. Yeah, buddy. Because I'm hungry. Ik heb honger, dus dat gaan we doen. Dan gaan we denk ik in de zetel chillen. Ondertussen zijn we aan het koken. Oven is klaar. En deze mooi gevuld worden, maar mijn is kapot. Maar dat is niet erg, ik snij dat toch in mijn bord, dus maakt niet uit, hè. Zwaar. En we hebben saus. Saus wordt gehakt. En paprika.
En we hebben rijst en alles is weer afgewogen wel. Dus healthy but good, hè? Eten is klaar. Yummy. Yummy. Looking good, hè? Ja, ja. Heel goed zelfs. Goed gemaakt. Yes. Smakelijk, baby. Wij zijn een tweede kerstfilm aan het kijken. We hebben Christmas Office Party gezien. En nu zijn we Christmas Inheritance. Inheritance aan het kijken. De eerste was wel oké, maar niet super, hè? Ik weet niet, ik vond het nog wel grappig. Sheldon, vond jij het leuk? Ja? Ja, ik vond het oké. Ik vond het niet super dingen. Maar het was nog wel, ja. Deze gaat denk ik beter zijn. Maar wij gaan hier de vlog afsluiten. Want we gaan echt niks meer speciaal doen. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Ik hoop ook dat iedereen van zijn kerstavond gaat genieten deze avond. Alleszins al een hele fijne kerstavond en een fijne kerstmis. Ja. En wij zien jullie morgen.